REMS Logistics en Telesuur hebben vandaag tablets gedoneerd aan het Natin, Mulo Geiersvliet en het kindertehuis Elim. De geste is onderdeel van het Device Drive Project van REMS Logistics Suriname. Het bedrijf probeert hiermee zoveel mogelijk kinderen die het moeilijk hebben om aan het afstandsonderwijs deel te nemen, een handje te helpen. Totaal worden 1000 tablets gedoneerd, zegt Kevin Schulen, manager REMS Logistics Suriname. Volgens Reginald Cairo en Judith Menasse, respectievelijk decaan en onderdirecteur van het Natin, is de school in aanmerking gekomen na een verzoek aan REMS Logistics. Gevraagd werd om devices te doneren aan studenten die geen internet thuis hebben of over een smartphone beschikken. En zo kwam de bal dus aan het rollen en vandaag aan de dag dan ziet u wat zij dus van REMS Logistics voor het Natin zullen betekenen. Okay. Dus u heeft het gehoord, de nood is hoog op het Natin. Zelf zijn er studenten die geen mobiel hebben. Persoonlijk heb ik zelf ook mijn mobiel afgestaan, zodat studenten repetitie konden maken. Maar als we dit als cadeau kunnen krijgen, betekent dat dat we niet één, maar meerdere studenten kunnen helpen. En dit is natuurlijk het begin en de roep is groot. Dus ik hoop dat vele bedrijven ook het voorbeeld zullen volgen. En dat wij dus nog meer van deze devices kunnen krijgen, zodat wij onze studenten tegemoet kunnen komen. Schulen, die de pupillen van kinderhuis Elim samen met Janice Asraf, manager Corporate Communications van Telesuur, heeft blij gemaakt, geeft aan dat het een uitdaging is voor kinderen van tehuizen om te participeren aan afstandsonderwijs. Muniraj Singh, directeur van kinderhuis Elim, is blij met de geste omdat het tehuis zich geen mobieltjes of tablets voor de pupillen kan permitteren. Het is het begin. We gaan de komende weken en maanden heel veel meer tablets doneren en samenwerkingen aangaan met bedrijven. Maar vandaag gaat het om jullie, op dit moment gaat het om jullie. En we willen ook die aanzet geven aan jullie om de komende tijd ook gebruik te kunnen maken van de technologie. Om op die manier jouw schoolwerk op een andere manier te kunnen doen. Goed gebruik te kunnen maken van het internet. Applicaties te kunnen downloaden, etcetera. Dus het is een kleine aanzet die wij vandaag doen. Maar er komt sowieso de komende maanden gaan we sowieso nog veel meer doen met verschillende tehuizen en scholen. Toen wij dus de aanvraag kregen, we zagen het project van REMS Logistics, dat zij daarin willen voorzien, dat zij mensen willen helpen met die apparaten om op het internet te kunnen gaan. Toen hebben wij gezegd, ja, daar willen wij onze bijdrage in leveren. Dat project gaan we ondersteunen. We hebben het vorig jaar circa 1000 devices reeds gedoneerd aan diverse instellingen. Dat is uit eigen initiatief geweest. Maar we blijven natuurlijk waar er initiatieven uit de samenleving komen, willen we ook ondersteunen. Dus vandaar dat we zeggen dit initiatief, dan willen we ook andere bedrijven uitnodigen om jullie te ondersteunen. Het is heel makkelijk zelf. Het hoeven niet eens altijd nieuwe devices te zijn. Het mogen ook devices die nog heel goed bruikbaar zijn, daar kunnen we anderen mee helpen. En daarmee willen we jullie ook helpen, zodat jullie je schoolwerk ook op een vlotte manier kunnen blijven doen. Al jaren heeft dit kinderhuis geen enkel subsidie of steun gehad. Al jaren, we praten meer dan 7, 8 jaren, geen steun. Daarom alle beetjes helpen. En we zijn erg dankbaar voor dit, want het spreekt veel. Het laat ons weten dat er zijn bedrijven of andere mensen die aan dit tehuis denken. Hier hebben wij weeskinderen, halfwezen, verwaarloosde kinderen en ook kinderen met de ziekte van Duchenne. Het is de enige plaats in geheel Suriname waar er centrum is voor Duchenne spierdystrofie kinderen, om ze te begeleiden en te helpen. Muniraj Singh, directeur van kinderhuis Elim. Daarvoor Janice Asraf, manager Corporate Communications Telesuur. En Kevin Schulen, manager REMS Logistics Suriname.
Het Device Drive Project wordt niet alleen in Suriname uitgevoerd, maar ook in Guyana en Trinidad en Tobago. Telesuur participeert alleen in Suriname aan het project.